Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin, ons wekelijkse programma over de Leidse tuintjes. Vorige week hebben wij het gehad over kruiden. En kruiden die komen deze week zeker terug. En deze week zit ik aan de tafel met Casper Jansen. Welkom Casper. Hallo, goedemorgen. Casper, jij bent de schrijver van een nieuw boek dat komend weekend uitkomt. Het Bijenbalkon. Ja, klopt. En nou, wat is jouw achtergrond, Casper? Wie ben jij? Mijn achtergrond. Ja, nou, ik ben, laten we zeggen, ik kan heel ver gaan, maar laat ik zeggen dat ik journalist ben. En ik heb lang, ik werk eigenlijk al 20 jaar voor de Volkskrant. De laatste 10 jaar als freelancer eigenlijk. Daarna schrijf ik boeken. En ik heb me eigenlijk sinds 12 heb ik veel voor de krant geschreven over natuur eigenlijk. Dat is een beetje mijn specialisme geworden. Daar wist ik eigenlijk vroeger heel weinig van, maar daar ben ik langzamerhand een soort interesse voor gaan ontwikkelen. En heb ik ook 12 jaar over geschreven, inmiddels. En nou ja, goed, dat is eigenlijk een soort ontdekkingstocht. Wat ik dus zelf ontzettend leuk vind, want je leert eigenlijk werkenderwijs, leer je heel veel bij. En dat is erg leuk, dus ik heb ook wel een soort echte interesse voor opgebouwd. En aan dit project van het Bijenbalkon, wil je weten hoe ik daar aan begonnen ben? Of, ja, daar ben ik wel benieuwd, ja. Benieuwd naar. Nou ja, weet je, de laatste jaren deed ik vaker wat atypische projecten. Dus ik ben op een gegeven moment ook 1,5 jaar lang door het land gaan lopen. Daar ben ik bijna dagelijks over in de krant gaan schrijven. In een soort rubriekje, dat heette Casper Loopt. En dat ging eigenlijk over het landschap, het Nederlandse landschap. En er vielen mij op die weg, onderweg, dus heel veel dingen op. Namelijk dat er toch wel dingen misgingen in het landschap. Dus met de monocultuur en het verdwijnen van mooie bloemrijke graslanden en kruidenrijke bermen en randjes. Dus er verdween veel. Dus dat, tegelijkertijd zag ik mensen die daar op hun eigen stuk grond bezig waren om daar juist iets tegenover te stellen. Namelijk om een prachtige bloemenoase te maken of wilde plantenoase van hun landgoed of op hun stukje grond. Of boeren die heel erg daarmee bezig waren. Dus dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook. En aangezien toen ik terugkwam van die tocht ik ook heel moe was. Het was nogal intensief eigenlijk. Ja. Zowel dat schrijven als dat lopen. Dacht ik, nou, ik doe iets dicht bij huis. Zo kwam het ongeveer. En er komt nog wel meer bij kijken. Omdat intussen was al het nieuws over de bestuivingscrisis. Over de insecten, achteruitgang van insecten. Dus ik dacht, misschien is dat, kan ik op kleine schaal iets proberen. En ook vanuit de vraag van, omdat ik weet dat er heel veel goedwillende mensen zijn die eigenlijk wel iets willen doen, maar die hebben geen idee. Zoals ik ook. Ik had geen idee. Dus ik denk, ja, hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Dus zo is dat eigenlijk begonnen. En ik had een keer wat zonnebloempitten gekregen van een vriend van mij. Die had ik dat jaar daarvoor in potten gedaan. Nou, ik denk, probeer maar eens wat. En verdomd, daar kwamen zonnebloemen uit. En op mijn balkon. En er kwamen verdomd hommels en zweefvliegen op af. Nou ja, dat werkt dus gewoon. Zo makkelijk kan het toch niet zijn. Ja, precies. Nou ja, dus ik dacht, dat kan ik natuurlijk ook wat systematischer gaan aanpakken. Dus toen ben ik dat allemaal gaan onderzoeken. En zo is dat ontstaan. Ik ben er voor de krant over gaan schrijven. Ja, nou, op een gegeven moment word je daar zelf ook heel enthousiast over. Ja, en dan langzaam maar zeker kom je aan bij het Bijenbalkon. Ja, dat. Dus eigenlijk, mijn plan was eigenlijk om. Ik overdrijf altijd hoor, want ik had het natuurlijk ook wat kleiner kunnen aanpakken. Maar mijn plan was inderdaad om te kijken hoe ik op 10 bij 1 meter, zo groot is mijn balkon. Dus 10 meter lang, 1 meter diep. Ja. Hoe je daar zoveel mogelijk soorten bijen, maar ook vlinders. Hoe je daar echt een soort oase zou kunnen creëren. Zo is het begonnen. Dus het begon met echt een kaal balkon. Het was helemaal leeg. Ik heb er ook foto's van. Er stond alleen een Dirk van der Broektas met lege flessen. Toen ben ik langzamerhand gaan inlezen en plantjes gaan verzamelen. Begon met de zonnebloemen. Ja, nou ja, precies. En toen ben ik wat zaadjes her en der gaan informeren. Dus toen kreeg je van die eenjarige vlinderzaadjes had ik besteld. Op een gegeven moment zag ik van, je kunt ook per bloem zaadjes bestellen
En op een gegeven moment zag ik lijsten en ik zie dat er websites zijn met drachtplanten en welke planten zijn er goed. Nou ja, vervolgens, je moet natuurlijk met heel veel dingen rekening houden, van wat kan wel op een balkon of wat is nou net iets te woekerend, zeg maar, voor een balkon. Hè? Dus je moet dan, nou ja, je komt voor allerlei keuzes te staan, maar gek genoeg, ja, het bouwt zich een gegeven moment vanzelf op en een gegeven moment heb je daar, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar een gegeven moment had ik dus echt, ja, de hele dag door bijen, wilde bijen, solitaire bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen heel veel en dus ja, het werkte wel. Oké, dat kan je zomaar overkomen. Ja, nou ja, weet je, het is tegelijkertijd simpel als ingewikkeld, merkte ik. Okay. Het is op een bepaalde manier simpel, omdat je zegt, kijk, nou ja, hier zie je de wilde marjolein. Als je dat in een plantenbak doet, nou ja, gegarandeerd dat daar heel veel, dat er enorm veel vlinders, of ja, vlinders ook, maar hommels, bijen, wilde bijen, op afkomen. Dat is gegarandeerd. Dus, wat zou nou een... Voor de mensen die nu kijken, wat is nou een goede eerste stap? Ja, eerste stap is dan toch wel even om... Kijk, wat ik het eerste jaar heb gedaan, ook nog uit een soort onwetendheid, heb ik inderdaad wat van die vlimmende bloemenmengsels gekregen, gevraagd of gekocht, weet ik veel, van de Vlinderstichting gekregen. En dat zijn dus eenjarige planten over het algemeen. En het aardige is... En ik had nog een heel paar bakken vol eenjarige planten. Dat is wel leuk om het eerste jaar al een soort spektakel te creëren. Ja, precies. En wel wat voor terug voor je moeite. Ja, dus want als je begint met meerjarige, tweejarige planten, dan zie je vaak het eerste jaar nog niet zoveel gebeuren. Dus het is allemaal bij toeval dat ik daarachter kwam, hoor. Ik denk van, oh ja, dan moet ik natuurlijk korenbloemen hebben. En je kent het wel, dus het is een beetje de... De akkersoorten, zeg maar. Maar eigenlijk het beste is je toch even inlezen. En er zijn een paar goede vaste planten al gewoon toch proberen op de kop te tikken. En dan, bij mij is het een beetje ook, omdat ik ging informeren, kwam ik bij iemand uit en die werd net uit de volkstuin gezet. Omdat ze te natuurlijk tuinierden. En die had een heleboel planten over, dus ik heb gewoon, ik kreeg het longkruid mee, geflekt longkruid, smeerwortel, gewoon smeerwortel en beemdkroon. Dus die had ik in de potten, die heb ik maar neergezet. Nou, dat bleken dus meteen eigenlijk geweldige soorten, zeker voor het begin van het seizoen. Dus dat kwam me pakte heel goed uit. Oké, dus... Ja, begin gewoon met het eerste beste beginnetje wat je kunt krijgen. En dan volgt de rest toch wel. Dan kun je het wel ergens vandaan halen. Nou, ik heb ik ken iemand die ook wel een leuk beginnetje heeft bedacht. Ja. Want een groentetuin, dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt voor je balkon. En er zijn natuurlijk ook zeker beperkingen. Maar we hebben hier een korte reportage met Helene Gombert, die laat zien hoe je gewoon een ui op je balkon kunt planten. Hallo, ik ben Helene Gombert en ik ben vrijwilliger in de Leidse schooltuin, het complex in de tuin van Noord, de distelvlinder. En vandaag gaan we het in de kamer van een makkelijke plant in de tuin of op het balkon, deze keer ook, hebben over een ui. Ik heb hier een plaatje van de ui. Kijk, dit zijn de kleine uitjes die je in de aarde kan stoppen. Maar het grappige van de ui is dat je ook een grote ui kan nemen. Heb je gewoon een grote ui en een bak op je balkon, zet hem erin en kijk. De lenteuien komen al na een week of drie op. Heel makkelijk. En nu in mei zie je al de lenteuien opkomen. Zeker bij deze, want die staan er al langer. Maar u kunt er ook gewoon nu in zetten. Ze gaan sowieso groeien. Deze kleine uitjes die nu worden aangewezen, die beginnen nu ook al te groeien. Maar ze worden uiteindelijk net zo groot als die grote ui van eerder.
het loof verdort. En dan kunt u de ui oogsten en tegen die tijd is hij net zo groot als die grote ui. Gegarandeerd. En in een emmer kun je er al 5 zetten, denk ik wel. Dus doe hem gewoon met die ui. We hebben hier een botaniseertrommeltje liggen met het een en ander aan eetbaar spul. Dan geen uien, maar kruiden. Ja. Een paar die ik... ik heb het vanochtend allemaal geplukt in de hortus. En een paar dingen die jij hebt aangeraden. Ja. Zoals hier bijvoorbeeld de wilde marjolein. Ja. Ja, ja. Waarom is dat een goed balkonplantje? Ja, het is makkelijk en spectaculair eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En je kunt het nog... je zou er eventueel nog iets mee kunnen doen ook nog in de keuken. Precies. Maar ik heb het... Ik begreep niet zoveel van tuinieren eigenlijk toen ik begon met balkonieren. Maar ja, ik heb die wilde marjolein, dat heb ik heel klein in een potje gezet. Of in een plantenbak. En dat is in het eerste jaar... Gek gaan groeien. Een spektakel. En dat was echt een soort uithangbord van mijn balkon. Kom hier. En heel makkelijk. En het jaar daarna weer, je snoeit het wat. Het mooie aan kruiden is natuurlijk dat er zoveel kruiden zijn die heel goed bestend zijn tegen droogte en tegen veel licht. Dat je kunt ze af en toe ook een beetje vergeten zonder dat ze gelijk instorten. Instorten, klopt. Die plantenbakken is het eigenlijk prima, daar hoef je eigenlijk niks te doen. Want ene keer zijn ze iets te nat, andere keer iets te droog, maar het maakt niet zo heel veel uit. Nee. Tijm heb ik daar ook staan. Precies. Ook een hele goede plant. Ruikt ook allemaal lekker. Ruikt lekker. He, zit onder de bloempjes als het gaat bloeien. Ja. Ook hier de rozemarijn, die natuurlijk prachtig bloeit. En die mooie paarse, lipbloempjes. Precies, ook heerlijk. Ik heb hier citroenmelisse, die heb ik ook nog bijgeplukt. Nou, die is ietsje gevoeliger wat betreft vocht. Ja. Maar ook een leuk plantje. Ja, er zijn natuurlijk qua kruiden, er is zoveel om uit te kiezen. Ja, ja. En eigenlijk, als je een beetje op zoek gaat naar... Een beetje smalle blaadjes, een beetje taaie blaadjes. Ja. Dan heb je eigenlijk vaak wel een goede, stevige plant die wat kan hebben. Lavendel. Lavendel, ja, dit heb ik geloof ik dan. Het eerste jaar had ik dat. Het tweede jaar dacht ik van ja, dat doet iedereen al, lavendel, zeg maar. Dat is echt zo'n... Wat heb je dan nu allemaal voor kruiden? Salie heb ik ook nog gehad. Ja, salie. Dat is ook nog heel goed. En goed. Ja, trouwens, het robbertskruid heb ik dus natuurlijk ook. Dat is eigenlijk, maar dat is dan geen... Dat is weer een andere afdeling. Ja, want precies. Als ik het ergens vraag over heb, dan zijn het wel de stoepplantjes. Mm. Zoals we dat noemen. Hè? De plantjes die hier overal van nature komen aanwaaien. Ja. Wat we in het verleden wel eens onkruid noemden, maar dat doen we natuurlijk nooit meer. Nee. Hier inderdaad een robbertskruid en ook een klein kruiskruidje. Ja. Dat zullen dan over het algemeen planten zijn die je helemaal niet zaait, die je niet hoeft te kopen in de winkel, die komen vanzelf. Heb jij een robbertskruid op je balkon? Ik heb een robbertskruid op het balkon, ja. Die bloeit dan, dat is het leuke ook, in al die jaren gaat er vanzelf van alles mee bloeien met wat je hebt. En onder andere robbertskruid, dat gaat dat heel snel. Dus die was nu aan het meebloeien met mijn longkruid. En op een gegeven moment werd die zo groot. Dan dacht ik, ik ga ze even scheiden en een aparte pot zetten. En die staat nu te gloreren op mijn balkon, dat robbertskruid. Terwijl het normaal gesproken natuurlijk als marginaal wordt gezien. Hè? Het kan een heel mooi plantje zijn. Precies. Dat soort plantjes, over die stoepplantjes, hebben wij ook nog een korte reportage met Mathilde Simons. Die in de hortus in een paar van de kuipen laat zien. Dus niet de grote collectieplanten die daar staan, maar wat daar zoal in de marges bij staat. Okay. Heel leuk. Hallo, ik ben Mathilde Simons. We zijn hier in de Hortus Botanicus Leiden. Ik ben een communicatiemedewerker. Maar misschien ken je me ook wel als botanisch stoepkrijter. Vandaag hebben we het over planten op je balkon. En je zou misschien zeggen dat je in het balkon of op het balkon niet zoveel stoepplantjes hebt. En dat is misschien wel waar. Maar dat betekent niet dat ze er niet kunnen groeien. Bijvoorbeeld op je balkon kan ik me voorstellen dat je daar wel potten hebt met daarin bijvoorbeeld geraniums of andere planten die het goed doen op een droge plek. En in die potten kun je of gewoon afwachten tot er stoepplantjes invliegen, want dat doen ze geheid en vanzelf. Of je kunt doen wat we vorige week hebben gedaan, namelijk dat trucje met pak ergens een stoepplantje uit de grond en leg hem op de plek waar je wil. En dan gaat hij zich waarschijnlijk vanzelf verspreiden. Je kan ook zaden verzamelen en misschien verspreiden op de potgrond.
Dit is een mooi voorbeeld in de hortus van hoe dat gaat. Hier hebben wij zelf niks aan gedaan. Deze kuip staat hier bij onze ingang. En om ons heen staan allerlei planten en stoepplantjes. Dus vanzelf waait dat hierin. En hier hebben we gehoorne klaverzuring. En dat is een heel leuk, makkelijk stoepplantje. Gehoorne klaverzuring heeft ook hele leuke bloempjes. Gele bloempjes, zoals je ook hier in deze andere kuip kunt zien. We staan bij een andere kuip. Hierin staat de grote olifantspoot. Maar een stoepplantje heeft toch nog wat ruimte gevonden hier aan de zijkant om te groeien. En in dit geval is dat Robertskruid. Dat is volgens mij ook een hele leuke balkonplant die je gewoon in je potten kan laten groeien. Robertskruid is een soort geranium. En deze heeft witte bloemen, maar normaal gesproken hebben ze roze bloemen. En ze hebben rode stelen. En het is eigenlijk een heel erg sierlijk plantje. Dus als je deze in je balkonbak krijgt, dan zit je gebakken. Een voorbeeld van hoe jouw balkon eruit kan komen te zien als je je balkon gewoon de beloop laat, is hierachter bij de kassen van de Hortus Botanicus staan allerlei bakken met daarin wat enigszins vergeten plantjes. Maar je kunt zien dat er dus heel veel plantjes zelf het initiatief hebben genomen om hier te komen groeien. Dus we hebben hier weer de Robertskruid waar we het over hadden. En zelfs elzen, waarschijnlijk van de boom hierboven. Wat zien we hier nog meer? Ik zie hier een beetje schijnaard bij en paardenbloemen. En daar staat nog wat, hoe heet dat ook alweer? Veldsla. En misschien zegt u wel, dat zijn allemaal leuke planten op het balkon, maar ik wil eigenlijk helemaal niet tuineren. Nou, dat kan ook. Dit is een heel erg mooi voorbeeld van een bak met aarde waar we iets meer dan een jaar eigenlijk niks mee hebben gedaan. En alles wat daar dan in groeit. Dit waren de planten van de stoepplantjesconsulent. En die hebben we vorig jaar, vlak voor de coronapandemie, ingericht. En er staat nu dus echt van alles in. De Robertskruid, dat is natuurlijk logisch, want het staat hier vol met Robertskruid. Hier staat een soort van klaver. Hier hebben we hele kleine ereprijs. Wat gewoon gras. Staat er nog meer in. Volgens mij zit er ook een beetje klaverzuring in. En dat is toch best wel een gezellig gezicht zo. Wilt u nou zelf plantjes op uw balkon, zonder daar geld voor te hoeven te betalen of daar verder iets voor te doen? Neem dan één bak, met aarde daarin natuurlijk, en zet hem op je balkon. En wacht eens een jaartje of een halfjaartje af en kijk wat erin groeit. Want stoepplantjes groeien echt overal. Dit is het levende bewijs, letterlijk. Dit is gewoon een zak met grond wat we hier in Hortus hebben staan. En daar is een hele bos met winterpostelijn in gekomen. Dus niet alleen is het een groene verrassing, je kan het ook nog eens opeten. Dus er is geen reden om het niet te doen. Zo, aanwaaiplantjes op je balkon. Dus een Robertskruid in een aparte pot zelfs. Nou, wat is er nou mooier? Het komt spontaan en vervolgens krijgt het zijn eigen mooie plekking. Ja, dat is leuk. Ik heb ook een grote leeuwenbek op mijn balkon. Dat komt dan ook spontaan opeens. Nou, ja, want je hebt natuurlijk ook gewoon tuinvlieders die ergens anders vandaan uit iemand anders je tuin overwaaien. En die spontaan gaan groeien en gewoon lekker laten staan. Ja. Laat zo'n, als je dan eenmaal wat potten en wat planten hebt staan, laat dan ook een beetje de natuur zijn beloop. Ja, dat is precies. En dat is een beetje de balans. Want ik had natuurlijk op een gegeven moment heel veel brandnetels. En dat heb ik eerst expres laten staan. Want ik denk, ja, dat is ook een waard plant voor de Atalanta en andere vlinders. En vinden dat interessant. Maar ja, op een gegeven moment is dat op zo'n balkon toch wel erg. Het is een beetje balans zoeken soms. Maar. Ja. En op zo'n balkon, waar je misschien meer aan bloot bent gesteld dan in een achtertuintje met een schutting eromheen, is de elementen natuurlijk. Je hebt heel veel extremen van licht en van donker. Misschien als je nog een balkon boven je hebt. Van hitte en van droogte en van nattigheid. En ook de luchtkwaliteit kan een grote rol spelen. En nou heb ik laatst een korte reportage gefilmd in Nieuw-Leiden met Jean Luca, die daar zijn eigen onderzoek naar gestart is. Hello and welcome to this wonderful balcony. I'm here with Jean Luca. Thank you. Jean Luca, welcome. Welcome to the program and thank you for welcoming us in your home here on this balcony. And it is a very sunny balcony.
So my first question is, what sort of stuff do you grow here? What sort of plants do you have here? We have decided at the end to change all the plants. In the past, there were just some green plants to flowers. This is mostly to have a more active insect community. Right. Here, I started to bay in hotels. Right. And it works. I've installed also automatic drop watering system. That's very nice. That's there. And flowers are the main and only plant here. Nice. So when did you move here? We moved here 5 years ago. And besides these plants, and I see you have some drought resistance plants here, you've got some thyme, among other things. Rosemary. Yeah, which just about survived the winter. And I understand you're also interested in air quality. Air quality, yes. In this specific neighbor here in New Leiden, when we moved, we noticed that there's a lot of people having wood-fired chimneys. And this, despite in general the air quality here in South Holland, is in this area of South Holland, is quite good because of the prevalent wind from the sea. This wood-fired chimney create quite some disturbance in the area, especially in the days of low wind. And I started checking if it was possible to measure air quality. I simply use some cheap sensors. You started doing it yourself? Yes, doing by myself. I started using some cheap sensors to measure various parameters for the air quality. The most important is the fine particulate, fine stoffen, PM. Do you mind if I... Yes, of course. And this is quite invisible. And is a new fine stoffen sensor. Right. It has an air intake that continues with a fan that continues sucks air and measures with a laser the fine particulate. This is quite cheap stuff. This is probably the most expensive of the set and costs something more than 10 euros. And they're all read by two small computers, one dedicated to the sensor and the other one dedicated to converting the sensor value in readable value calibrating and checking, and all the data are continuously fed to a website that's readable from all the neighborhood. So and what have you seen so far? So far, what I've seen, I have installed unlike what you have with normal big air quality sensor, the one managed by the municipality that are normally placed quite high respect to the ground. I've installed it at ground level in my lower balcony. And I see, just for example, when people use a lot the garage, because there's an air intake from the garage, I see the fumes from the cars. I see people smoking cigarettes in the garage when it's rainy, a lot of people does. I see, mostly what I see in days of low wind, that the smoke from wood-fired chimneys falls down in the area in a radius of 50 meters. I can see the chimneys, I can see that the effect of the chimneys in my area, and provoking a quite important uptake of the, especially the fine particulate that goes from the normal zero level that you experience in the area to a level that can be even 10 times more important. So especially in those nice barbecue weekends. at 5 o'clock, you have this big. The guy goes up. You have these big peaks. That's very interesting. It's something else to do with your balcony. Yes. And placing some plants. I see you already have a bunch of plants. Well, I've got some. I've got one more for you. Oh, that's very nice. We were very pleased to see that you do like lavenders. Yeah, lavender, it's a magnet for bees. Of course, and it smells great, so it keeps wonders for... It keeps flowering for all summer almost. Yeah, and it's very tough, you know, it can be dry, it can be cold, it can be hot, and it just keeps going. So,
That's like to give this very to appreciated. To beautify your balcony even more. Yeah, yeah. And anyone who is interested in this sort of thing, in measuring the air quality in your own garden, your balcony, or your backyard, or your roof, or your sidewalk, for that matter. Anyone you want to have some more arguments with your neighbors? please send us an email at jaarvandetuin@leiden.nl, and we'll get in touch with you to give you the information you need. Thank you very much. Thanks to you. It was a pleasure. And, well, we hope to come back sometime and find that the air has completely cleared up. Zo, nou, dat is wat anders om te doen met je balkon. Ja, een beetje, ook nog een optie. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de lucht in, ja, in je tuin. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van het programma terechtgekomen. En ik zou graag nog van jou weten, nou, ik vroeg je net zo van, wat is nou een goede eerste stap? Hm. En eigenlijk zijn er dus heel veel antwoorden op. Ja. Maar als mensen nou denken aan een bijenbalkon, wat is nou de kern voor jou van zo'n bijenbalkon? Wat is jouw bijenbalkon voor jou? Precies. Nou, laat ik het zo zeggen. Een bijenbalkon is eigenlijk een balkon dat eigenlijk gedurende eigenlijk bijna het hele jaar, of in ieder geval het hele seizoen vanaf maart tot oktober, november zelfs, een soort aanbod heeft van voedsel eigenlijk voor en schuilgelegenheid en zelfs voortplantingsgelegenheid voor heel veel insecten. Altijd wel wat. Altijd wel wat. Hè? In het begin van het seizoen heb ik dus, daar zorg ik dan voor, heb ik dus bijvoorbeeld de vroege bloeien staan, lokbruid, dovennetels. En tegen het, aan het einde van het seizoen dan heb je nog echt van die late bloeien, zoals hemelsleutel en herfstastog en zo. Ja. Dus dan heb je eigenlijk, want ja, kijk, dat er in het midden van de zomer is er meestal wel voldoende aanbod voor de meeste insecten, overal eigenlijk, op heel veel plekken. Maar net cruciaal is eigenlijk het begin en het einde van het seizoen. Dus dat is een van de dingen waar je aan kan denken. En verder is het natuurlijk ontzettend leuk dat als jij klokjesbloem hebt in een bak, en er komen ook werkelijk klokjes bij op af. Dus dat, ja, is zo leuk om te zien dat het dan klopt. Ga je erachter komen hoe divers dat leven al, ja, is. Ja. En dat is, nou ja, daar is wel wat denkwerk voor nodig. Ja. En nou is het mooi dat jij een hoop van dat denkwerk hebt gedaan. Dus als onze kijkers erachter willen komen hoe je daarin te werk gaat, hoe je nou uiteindelijk bij zo'n bijenbalkon terechtkomt, daar heb jij het boek Het Bijenbalkon voor geschreven. U ziet het nu in beeld. En het mooie is, wij hebben 3 exemplaren hierbij Sleutelstad, hierbij Jaar van de Tuin. En die 3 exemplaren, nou, die houden we niet zelf, die zijn voor u, voor de kijkers. En als u een mailtje naar ons stuurt of een reactie achterlaat op Facebook, wie weet valt u dan wel in de prijzen en wint u een exemplaar van de Bijentuin. Dat komt dit komend weekend bij het balkon. Ik zei Bijentuin. Ja, heel balkon. Het, ja, Bijenbalkon. Dat boek komt dit weekend uit. Nou ja, wie weet valt u in de prijzen, maar zo niet, dan is het verkrijgbaar bij elke goede boekhandel. Casper Jansen, wat was het leuk dat je er was. Volgens mij hadden we nog wel een uur kunnen doorpraten over wat, precies, er allemaal mogelijk is op je, ja, balkon. Ja. We houden ons aan het half uurtje. Ja. En hopelijk tot de volgende keer bij Jaar van de Tuin. Tot ziens. Tot ziens, graag gedaan.